eerst een beetje een uitleg gekregen hoe dat hier allemaal in te werk gaat, hoe dat er allemaal juist wordt gebouwd. We hebben gezien hoe dat zo'n appartement eruit ziet voor 6 personen met zo'n klein lievingske. Met dan een slaapkamer voor de kinderen, want er zijn hier wel wat kinderen ook. Waarom dat we dat eigenlijk belangrijk vinden dat een club als Bever bijvoorbeeld hier eens op bezoek kan komen, dat is om toch deze materie in de aandacht te blijven brengen. Heel wat mensen zijn hun eigen huis verloren of hun appartement verloren door de situatie daar. En zo kunnen de spelers zien dat ze nu na zoveel maanden terug eigenlijk een eigen privéplaats hebben waar ze voor zichzelf kunnen koken, waar ze op zichzelf kunnen zijn. En het is belangrijk dat anderen dat ook eens kunnen zien, hoe dat wij het eigenlijk hier zelf hebben. Als je ziet, wij voetballers natuurlijk, het gaat heel veel over voetbal, constant met voetbal, maar jammer genoeg is dat ook wel een deel van het leven. Van de maatschappij, hoe dat het er nu soms kan uitzien. Dus vinden we het ook wel belangrijk dat spelers toch ook wel die kant van het leven kunnen zien. En als je ziet hoe blij deze kinderen zijn met een ticket van onze eerste wedstrijd thuis tegen Vuurton, ja, dan zie je natuurlijk dat we hier ook goed aan doen. En, ik denk dat dat niet meer normaal is als we ook met dergelijke zaken bezig kunnen zijn.